En ook het bustarief voor de particuliere lijnbussen gaat vanaf maandag 16 augustus omhoog. Minister Albert Jubitana van Transport, Communicatie en Toerisme zei vandaag op de persconferentie dat er voor een stadsrit nu 8 SRD en 50 cent moet worden betaald in plaats van 5 SRD. Minister Jubitana gaat in op de overige routes en wat de veranderde prijzen zullen zijn. Dat houdt in dus de routes lijn 1 tot en met 10, PG, PW en Pontbuiten. En de PK-route die zal dus 10 SRD worden. En PL gaan we richting 12 SRD 50. Dat is de indicatie, of althans wat ik met u kan delen met betrekking tot de routes. Paramaribo onverwacht 17,50. Minister Jubitana geeft aan dat bij deze verhoging er rekening wordt gehouden met de sociaal zwakkeren. Het tarief van de NVB-bussen die vallen onder de regering gaan van 2 SRD 50 naar 5 SRD voor de kortste rit. Ook het tarief van een bootrit wordt aangepast naar 5 SRD. De aanpassingen voor de NVB-bussen en boten gaan per 1 september in.